Welkom vanuit Blom Motoren in Leusden, Triumph Dealer. Niet zomaar een Triumph Dealer, maar echt een familiebedrijf. En er zijn nogal wat familiebedrijven dat ze zeggen dat het een familiebedrijf is, maar hier zit het echt gewoon. Dit is Stijn Blom. Ja, welkom. Goedemorgen. En Stijn is de zoon van Hans en Jolanda. Nou, die lopen hier ook in de zaak. Je zus loopt hier volgens mij. Ja. Alle honden lopen hier. Iedereen. Iedereen ja. is hier gewoon, ja. Leuk bedrijf altijd. Jullie doen al jaren maar één merk. En dat is Triumph. Ja. Hoe lang zitten jullie hier al in? We zitten hier al sinds 2003 en sinds 2006, /2007, misschien dat jaar zijn we overgegaan naar alleen Triumph. Dus toen is mijn vader eigenlijk begonnen met 5 Bonnevilles en toen was je Triumph dealer, dat is tegenwoordig iets anders. Ja. Maar nu zijn we dan inmiddels volgend jaar zelfs 15 jaar Triumph dealer. Dus, cool. Ja. En heb jij de HBO doorlopen, heet het dan geloof ik? Ja, maar echt HBO op school heb ik niet afgerond. Nee, maar die andere HBO. En toen kwam ik hier en toen zei mijn vader, nou, dan gaan we de echte HBO doen. Dus de Hans Blom organisatie. Dus en inmiddels bijna 10 jaar alweer fulltime hier aan het werk. Dus, cool. Jullie zijn toch wel een iets ander bedrijf dan andere Triumph bedrijven volgens mij. Doen ons best. Ja, dat doen we zeker. En je zijn altijd actief met van alles en nog wat. Er staan hier ook alleen maar Triumphs. Ja, ik heb toevallig vorige week geteld, gewoon om een keer te weten hoeveel motors er überhaupt in het hele pand al staan. Er waren 108 Triumphs, dus ik vond het best wel veel. En er zit natuurlijk ons museum bij, ook de werkplaats, ook de winterstalling, dus eigenlijk alles wat we hebben. Maar uiteraard ook de nieuwe gebruikte, de verkochte, dus dat waren 108, alleen maar Triumphs, dus dat is wel heel erg leuk. Ja, want boven zit nog een heel museum hier. Ja, zeker, dat hebben we afgelopen jaar ook weer uitgebreid. Ik denk 40, 50 vierkante meter erbij en er staan inmiddels rond de 25 classics. En ook hier, ook vandaag laten we dat zien, ook de Trident, 1975, 72, 96, maar ook straks de Speed Triple en de Tiger, ook van de oudere bouwjaren. Ja. Dus dat is wel leuk als dat nu allemaal weer terugkomt, om dat zo te doen. Ja. Cool. Ja. Volgens mij heeft je vader nog meer wilde plannen boven, dus het is nog niet klaar. Nee, het is zeker nog niet klaar, maar dat is met hem nooit zo gelukkig. Dus we willen daar zeker in uitbreiden om ons museum meer bekendheid te geven, maar ook meer dat we daar ook wat handel uit kunnen doen. En, dus binnen het merk Triumph dat we daar kunnen uitbreiden. Ja. Hey, jullie doen online ook nogal wat, triumphpaartjes.nl. Ja, zeker deze tijd natuurlijk is dat belangrijk, omdat de winkel is natuurlijk officieel dicht, de werkplaats is natuurlijk wel open en het loopt op zich nog wel door. Triumphpaartjes.nl hebben we al een hele tijd, daar gaat het steeds beter, we doen veel acties, je kan online je onderdelen zoeken, maar ook accessoires, kleding. En heel af te proberen er ook zelfs motor door te verkopen, maar ik moet nog even iemand hebben die zo gek is om gewoon via in een winkelwagentje bijvoorbeeld de nieuwe Trident te doen en via die manier te verkopen. Wel een cool idee. Ja. Maar is er nooit gebeurd? Iemand gewoon online op bestellen? Ik zou het zelf ook niet doen, maar aan de andere kant, je kan zien dat het een goed ding is. Ja. Druk op de bestelknop. Nee, motors nog niet, maar wel uiteraard via LinkedIn of Facebook of Instagram. Op al die manieren, WhatsApp, gebeurt ook heel veel. Ja. Op al die manieren doe ik wel, wel motors verkopen. En zeker deze tijd. Dus of een keer met FaceTime, eigenlijk zoals we nu ook zitten. Alleen om met FaceTime, dan loop ik ook om de motor heen. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dus alle opties open houden. Dus dat is zeker wel leuk. Ja, ja, zeker tof. Jullie zijn... De showroom is officieel dicht, maar jullie zijn wel gewoon bereikbaar. Jullie rijden volgens mij met bussen af en aan naar klanten. Januari was we denk ik ongeveer 4000 kilometer in de bus gereden om motors te halen te brengen. We hadden zelfs iemand die wilde proefrijden. Nou, die woonde, was een vorige gebruiker, dan die woonde zelfs in Venlo. Nou, wij zeiden van prima, rijden we heen. Dus naar Venlo gaan, iemand proefrijden. Nou, helemaal enthousiast. Gelijk motor daar gelaten, want het was een gebruiker. Okay, dus, een vent, die belt uit Venlo en die wil een tweedehands motor kopen. Ja. Jullie stappen in het busje, gooien de motor achterin, brrr, naar Venlo. Ja. Ja. Ja, je moet iets deze tijd. Ja, dus zeker, zoals deze week, hielp natuurlijk het weer niet echt mee. Maar van de volgende week 10 graden en de zon. Dus dan koop dat snel het zout van de weg is. En dan kunnen we weer gas erop. Dus mailen, bellen, WhatsAppen, Facebooken, Instagram, LinkedIn, de hele shit. Ja, alles. Maakt niet uit, alle manieren kun je ons bereiken. Alles weet. Ja. Tof. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, joh, dat weten mensen eigenlijk helemaal niet van ons bedrijf? Ja, ik denk dat het meeste dat we dat wel gezegd is. We doen natuurlijk heel veel ook customizen, heel veel persoonlijk maken van motoren. Brits, dat is ons Brits merk. En zeker nu met de nieuwe Trident hebben we alweer heel veel dingen gezien dat we denken van, oh, dat is leuk om te doen. Of die kleur moeten we gaan doen. Of ja, straks zit ik van mijn moederdag of dingen, een motorrol spuiten. Of weet je wel, gekkigheid verzinnen, dat is gewoon leuk. En daarvoor ben je ook uniek. En daarvoor willen mensen soms ook iets verder rijden om specifiek naar die motor te komen kijken. En we proberen elke week wel eentje om te bouwen. Elke week één? Bijna wel, ja. Ja. Brits is met een Z overigens. Ja, dat hebben we denk ik 6 jaar geleden bedacht, die naam. Want het custom bouwen deden we eigenlijk met mijn vader al. Eigenlijk sinds het begin al de eerste Bonneville die binnenkwam, die werd al omgebouwd.
Maar toen op een gegeven moment hebben we wel Brits als naam eraan gehangen om te zorgen dat, ja, weet je, naar buiten is dat iets makkelijker. Want anders hadden we special A, special B en dan ja, werd het vrij breed natuurlijk. Ja. En nu hebben we gewoon gezegd, Brits als ons kustenmerk en daar bouwen we om. Kan op een gebruikte, een klant kan aankomen met ideeën, we hebben zelf ideeën. Ja. Maar we staan ook gewoon in de winkel en als je er verliefd voor wordt, dan kan dat. Want jullie hebben laatst heb je ook weer 3 machines naast elkaar gezet. Dan laten jullie monteurs daar los volgens mij. Ja. Maak maar wat. Ja, dat was wel een uitdaging. Zeker toen ik vorig jaar zat, toen met die lockdown, toen waren we open. En toen hadden we het idee van, ik wil een keer iets geks doen. En ook dat dan wel van live gestreamd. Toen zeiden we van, we gaan de Classics promoten, maar ook de Roads en de Tigers. Dus elke monteur die kreeg een motor, dus we hadden een Tiger 900, een Scrambler en een Street Rapper. Dus voor iedereen ook iets aparts. En dan mochten die jongens het werkplaats een budget geven van, maak wat leuks. Binnen 3 dagen, 's ochtends om 9 uur beginnen. En zelfs 2 jongens hebben vrijdags nog tot 11, 12 uur gewerkt, omdat ze het anders niet afkregen. Dus eigenlijk een beetje wat je op tv ziet, alleen dan dat die deadline gehaald moest worden. Ja, die uitdaging was super leuk. En zelfs ondanks corona dat we 30 mensen, maar tegelijk destijds in de winkel, liep dat super door. En we echt heel veel mensen kunnen bereiken op die manier. Ja. Super leuke uitdaging voor die jongens in de werkplaats. En ook voor dit jaar staat het gewoon weer gepland dat we dat gaan doen. En ik hoop dan met een band erbij en veel meer dan dat. Een proefrij, noem maar op. Maar dat is even afwachten of dat kan. Maar anders houden we het op die manier zoals vorig jaar. Was ook superleuk. Er is altijd wel wat te doen in ieder geval hier. Ja. We zitten naast een nieuw model, Stijn. En jouw vader gaat al wat langer mee. Net zo lang als ik ongeveer. En dan heb je het over een trident. Ja. Tegenwoordig, want zo noemde je dat gewoon vroeger. Ja, dat was een trident. Heel eenvoudig. En tegenwoordig moet je dat dan een trident noemen. Want dat, daar hadden we niet aan gedacht toen in die tijd. Nee. Eigenlijk is het de lichtste naked die Triumph tegenwoordig heeft. Je had al de Speed Triple en de Street Triple. Vooral de Speed is natuurlijk een iconisch ding. En de Street, ik kwam altijd uit bij, als iemand vroeg welke motor moest ik kopen, dan kwam je altijd in de stroomdiagram, want je altijd uit bij een Street Triple. Daar is nu de Trident bijgekomen. Ja. Laten we beginnen met de prijs. Ja, even een zijstap. Eigenlijk op 10 uur zou ik natuurlijk starten met de Tiger. Nou goed, wij zijn Blomtor, dus het loopt altijd anders dan anders, gelukkig. Dus die Tiger die komt vanmiddag. Ja. We starten even met de Trident / Trident. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een leuke zijstap. Wat je al zegt, de lichtste in zijn klasse, dus binnen Triumph dan, de 660cc. Met een prijs van €8.950. Dus ja, super strak. Eigenlijk niet Triumph eigen, want de goedkoopste was de Street Trend die we hadden. Die was bijna €11.000. Dus dit is wel een superleuke instappen. €8.950. Een hoop geld, maar heel veel. Ja, fantastische motorfiets. Ja. Het is toch gewoon een 3-cilinder. Ja. En in een nieuwe cilinderinhoud voor Triumph dan. Ze hadden in het verleden wel 675, maar nu een 660. Ja. Kan je iets vertellen over wat je voor dat geld koopt? Want niet om het een of ander. Nee. Het is veel geld, maar het is eigenlijk weinig geld als je ziet wat er allemaal op zit. Ja, nee, zeker. We kregen hem gisteren wel voor het eerst binnen. Want normaal hebben wij natuurlijk ook een trip naar een Spanje of Portugal. En precies. Jij ook. Ja. Dat ging natuurlijk dit jaar allemaal even niet door. Voor ons dan. En dus we hebben hem ook gisteren voor het eerst echt gezien en ook horen lopen. En we gaan hem zo ook nog even starten natuurlijk. Wat heb je allemaal voor het geld? Je hebt natuurlijk uiteraard ABS en trackcontrol. Maar je hebt ook 2 rijmodussen. Een TFT-display waar je ook een Bluetooth-module aan kan koppelen, zodat je met de My Triumph-app kan je hem met je dashboard koppelen. Kan je navigeren, kan je GoPro bedienen, kan je bellen, kan je sms'en, noem maar op. Het is een motor van 9 mil, iets minder zelfs. Ja. Normaal zit dat er allemaal niet op. Nee, de Bluetooth-module is wel los van accessoire, maar goed, voor €200 heb je hem. Schappelijk, kan je heel veel meer. Daarnaast heb je natuurlijk 81 pk bij 64 Nm koppel. Het is ook geen brommer of zo. Het is wel gewoon echt een motor met een hoop vermogen erin. En het leuke daarvan is, ook voor de jongere rijders onder ons, een A2-kit is mogelijk. Dus dan kunnen we hem ook voor A2-rijbewijs maken, zodat we nog een breder publiek kunnen bereiken. Ja. Ja. Even bij de brommer zelf kijken dan. Ja. Dat is goed. Ik weet niet of ik erachter mag staan van de cameramensen. Ja, erachter of ervoor. Wat zijn de dingen waarvan je zegt, joh, dat moet je weten als je in de markt bent voor een Trident? Laten we het gewoon op z'n Engels doen. Op z'n Engels, ja. Nee, dat is goed. Ja, wat moet je weten? Het meest natuurlijk gezegd, een 3-cilinder, heel eigen karakter.
Eigenlijk het beste van een 2- en een 4-cilinder wordt natuurlijk altijd geroepen. Overal koppel, loopt super strak. Heel kenbaar eigen geluid. Ja, ik denk qua design, zeker zoals deze is, of zoals de zwarte daar. Met grote Triumph logo, ik denk dat dat wel heel kenbaar is, heel stoer. Ja. En ja, wat Triumph eigenlijk natuurlijk ook wil zijn, een soort premium merk. Dat het toch allemaal net even... je bent anders dan anders. Dus er rijden niet mega veel voor rond. Ja, nu nog helemaal niet, want hij moet nog gaan rijden. Maar ja. Weet je, je hebt toch met Triumph heb je iets unieks, iets anders. Maar wel heel hoogwaardig afgewerkt. Mooie materialen, goede banden. Het is gewoon dik voor elkaar. Dus, voor heel weinig geld. Of tenminste, je hebt heel veel voor... Ja, niet ja. Nu. Nou, ik sta ervan te kijken. Vooral dat TFT-scherm en traction control en rijmodi, dat zie je voor dit geld. Zie je dat niet bij andere merken allemaal terug. Sommigen hebben het een of hebben het andere. Ja. En compleet LED-verlichting niet te vergeten. Ja. Natuurlijk, zowel voor, achter als kniplicht, is allemaal LED. Ja. Dus nog beter zichtbaar, feller. Een stukje veiligheid is natuurlijk ook belangrijk in deze tijd. Ja. Daar gaan ook nieuwe klanten voor komen. Want dat zijn klanten die tot nu toe niet gauw bij met dit budget of voor een iets lichter model bij Triumph terechtkwamen. Nee. Is het voor vrouwen bijvoorbeeld ook een interessant ding, denk ik? Ik denk zeker dat het ook voor vrouwen interessant is. Alhoewel, tegenwoordig heb ik ook vrouwen die gewoon op een Tiger 1200 of op een Rocketweg rijden. Ja. Dus het verschil wordt gelukkig steeds kleiner. Voor iets kleinere vrouwen of die een lichtere motor willen, is dat super. Nou, voor de jongere doelgroep, die we nu eigenlijk niet bereiken. Omdat we hebben en niet veel A2, de prijsklasse is best wel duur. Ga maar kijken naar een Rocket of een Tiger 1200, Tiger 900, zit je allemaal richting 20.000 of zelfs duurder. Dus het is voor ons een nieuwe markt, deel wel, deel niet. Maar zeker wel leuk om daarmee mee te gaan werken. En zeker als zijnde, wij best wel een jong team, ook jonge gasten in de werkplaats. Ja, dat is gewoon leuk om daarmee te werken en om nog meer jongeren met het merk Triumph bekend te maken. Ja. Ja. Lichte naked bikes, jullie hebben nogal wat en naked bikes. We hebben die street triple en die speed triple natuurlijk ook nog. Ja. Niet om het een of ander, maar wat die drie cilinder, daar zou je misschien nog iets meer over kunnen vertellen. Want heel veel mensen zullen misschien denken, en vooral mensen die beginnend motorrijder zijn, het zal wel. Ja. Maar er zit echt wel serieus verschil tussen een 2 en 3 en een 4 cilinder. Ja. En jij zegt, noemt het al het beste van allebei tussen 2 en 4 in. Ja. Kan je misschien iets meer aangeven wat zo'n 3 cilinder zo lollig maakt? Nou ja, goed, wat je natuurlijk bij een 2 hebt, is natuurlijk dat het allemaal wat korter is. Je kan wat hoger toeren rijden. En bij een 4 eigenlijk is het wat luier, wil ik niet zeggen. Maar je kan wel wat langer halen, wat langzamer rijden. En hier is het eigenlijk zo, als je zegt, van ik wil eens een 200 rijden, is haalbaar. Maar als je eens een 220 wil rijden, kan dat ook. Ja. Dus je bereik daardoor is heel, heel groot. Zeg van, dan rij je even in stadsverkeer heel rustig en dan moet stoppen en dan krijg je gewoon eens 450. En dan is het niet dat je zo op een motor zit als dat je op een hobbelpaard zit. Ja. Dan loopt hij gewoon heel soepel door. En zeg van, nou jongens, ik ben in Duitsland en de Moezel en ik ga er even voor op bochtjes. Knallen met fins toeren en dat kan die motor dan ook. Dus dat is natuurlijk wat ik eigenlijk zeg van beide werelden, is dat heel leuk dat je dat hebt. Ja. Ja. Dus dan... Qua Showa-vering zit erop volgens mij. Ja. Nissin remmen. Ja. Dus uiteindelijk zijn dat gewoon qua producten superspullen die erop zitten. Ja. Qua banden valt, heb ik nog even niet... Ja, Michelin. Oh, ook nog. Pilot Road 5. Dus gewoon ook niet verkeerd. Gewoon goede banden. Ja. Zeker ook voor minder weer. En eigenlijk voor het hele jaar door kun je die wel gewoon goed gebruiken. Ja. Dus, in deze prijsklasse zie je dat wel eens anders. Ja, dan heb je meestal een iets goedkopere band natuurlijk om ook de prijs te drukken. Maar dat is in dit geval gelukkig niet zo. En dat, wat ik zeg, weet je, ook met de LED-verlichting en alles en Bluetooth, TFT, wat allemaal mogelijk is. Er zijn talloze accessoires ook voor als je op reis gaat. Dus daar is nog een tas achterop of een tanktas. Er is gewoon veel mogelijk. Ja. Dus dat is natuurlijk superleuk om te doen. En uiteraard binnen no time zullen wij ook met een Britse variant komen. Dus, ja, dat zit er wel weer in natuurlijk. Ja, het is natuurlijk hard. Het is een super gaaf motor om te bouwen. Gisteren stonden we gelijk met 4 man eromheen wat gaan we doen en wat kunnen we doen. En, je monteurs zijn ook wel redelijk enthousiast hier. Dat hoort ook een beetje bij het familiegebeuren hier natuurlijk. Nee, maar dan komt die met een idee en dan met die. En dan trekken we het uit het magazijn, weet je. We zijn nu bezig ook met een street scrambler en met een aluminium spatbord misschien van een motor van 40 jaar terug. Weet je, die gaat daar dan op. En weet je, zo maken we van iets zonder plan eigenlijk, komt er iets heel moois uit soms. Weet je. Of motoren van lang terug. Ik weet niet of die camera's dat ook pikken, maar volgens mij is dit een Trident. Ja. De originele, zeg maar, van vroeger. 1975 hebben we er een staan. Daarachter hebben we er ook een staan van 1996.
Dus de Trident is natuurlijk al heel lang binnen Triumph. En daarom is het ook wel leuk dat ze die oude benaming ook terugpakken. Ja, cool. Ja. Volgens mij mogen we ook starten. Ik zou het zeker doen. Ja, zal ik het doen? Het zijn eenmaal een motorzaak, hè? Dus, ja. Nou, zijn zelf motorzaken. Die geur, die missen we wel. Geen motor mag starten, inderdaad. Nee. Dan zie je ook gelijk voor en achter de LED-verlichting. Ja. Dus... Klinkt goed. Lekker hoor. Mooi. Wauw. En je hoort toch gelijk dat de karakter wel... je hoort gewoon dat verschil. Weet wel. Dat is echt wel een driecilinder geluid. Ja. Ja. Zeker als je een beetje iets meer bekend bent. Dan zit je soms op een terras en dan hoef je niet eens te kijken. En zeggen, dat is die. Dat moet hem zijn. Ja. Kijk, mevrouw me weer aan van school. Heb je hem weer, weet je wel. Hij weet het weer, maar... dat is gewoon heel herkenbaar. Cool. Nee, uitlaat onder ook. Ja. In dit geval kwam er gisteren achter zelfs één hulstuk. Om te maken natuurlijk met de Euro 5 waar we niet meer onderuit komen. Ja. Dus ik hoop dat er iets van misschien nog wel een aftermarket komt. Maar dan moet het zelfs, zelfs voor, bocht en demper is gewoon één deel. Oh, okay. Dus het is niet eens meer dat je zegt van ik haal de demper eraf en ik maak het anders op. Nee. Je moet zelfs gewoon het complete geel dan gaan vervangen. Ja. Maar goed, op den duur zal vast daar ook wel weer het leukst voor. Ja. Aan de andere kant klinkt hij ook dermate goed. Ik denk, het kan prima zo, zou ik zeggen. Het hoeft allemaal niet meer. Vinden vaak ook nog leuker. Ja, zeker. Oké, niet om het een of ander, maar voor onder de 9 mil lijkt me dit geen beroerde aanbieding. Nee. Helemaal niet. Voor elkaar. Cool. Om een 4 kleuren te krijgen, hebben we natuurlijk nog niet gezegd. Ja. We hebben er 2 staan, zoals met grote logo's. Ja. En dan hebben we hem ook nog in het wit en in het zwart. Die hebben dan een iets kleiner logo van Triumph dan. Dus er zijn 4 varianten beschikbaar. En die grote logo's, dat zit allemaal onder de lak. Daar ben ik een beetje, ik irriteer me altijd mateloos aan motorfietsen, waarbij dan gewoon van die losse stickers die je met je nagel eraf kan krabben. Nee, het is allemaal mooi afgewerkt en meegespoten en gewoon dik voor elkaar. Indrukwekkend. Ja. Zeer indrukwekkend. Ik kan het er wel op, denk ik. Ja, sneeuw weg en gas erop. Precies. Dus volgende week 10 graden, dus dan gaan we ervoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet niet hoe we qua tijd zitten. Nou goed, ik denk dat we om 1 uur gaan we natuurlijk met speed triple. Ja. Ja, aan de gang. En dan, triple 1200, dus ook niet even zomaar af. Nee, dus 1200 inderdaad. En dan om 4 uur, wat we eigenlijk nu zouden doen, gaan we naar de Tiger 850 Sport. Ja. Die natuurlijk ook helemaal nieuw is binnen het programma. En dan zullen we ook nog tussendoor, maar goed, dat zullen we nog opnemen voor alle 3 motoren. En dat zullen we ook later weer op YouTube/Facebook, Instagram enzovoort gaan zetten. Zodat iedereen het nog eens terug kan kijken. Cool. Dus... Nog weer snel de winkels open. We hebben een sleutel, we hebben een motor. Ja. Er ligt maar een heel klein beetje sneeuw. Dus ik denk dat wij wel wat te doen hebben tot 1 uur. Oké, 1 uur zijn we dus terug met de 8,5 Sport Tiger. En dan tenminste... Nee, eerste Speed Triple. Eerste Speed Triple. Ja. En dan om 4 uur de Tiger 850 Sport. Precies. Ja. Oké, tot dan. Dankjewel.